first of December, and here come the songs. I look at you and think, what could go wrong? 'Cause it's Christmas. Het is weer bijna kerst en het lijkt wel of ieder jaar de kerstverlichting uitbundiger wordt. We staan hier bij het huis van de familie Slikker. Ieder jaar hebben ze heel mooi de verlichting in de tuin gedaan. Hierna gaan we naar iemand toe die heeft de verlichting niet aan de voorkant van het huis, maar achter het huis. Everybody's crowded around the Christmas tree, digging out the best of themselves. Ja, Lenny, we staan hier voor jullie uitbundig versierde huis. Ja, ik zie het ieder jaar en we konden toch niet aan jullie huis voorbij gaan. Wanneer zijn jullie daarmee begonnen? Nou, ongeveer 7 jaar terug, ja. Ja, en dan pakken jullie steeds grootser uit, ja. Want volgens mij zie ik steeds meer verlichting. Steeds meer, ja. Ja? Ja. En hoe begon die fascinatie voor verlichting buiten? Nou, eigenlijk, ik hou sowieso van kerst en er hoort licht bij, toch? Ja. Ja, en ik hoorde, je had ook al een keer een prijs daarmee gewonnen. Ja, leuk. Werd een keer aangebeld hier, stond een zwiertje voor mijn deur. Ik zeg, heb ik wat gewonnen of zo? Ja, zegt ze. Eerste prijs, mooiste huis van het dorp. Ja, wat leuk. En dan pak je de volgende jaren weer dubbel en dwars uit, ja, natuurlijk. Ja. Heb je nog een wens dat je denkt van dat wil ik nog een keer aanschaffen, dat je het huis nog meer kunt versieren? Ja, ik heb zoveel wensen. Ja. Wie weet, volgend jaar komen jullie toch weer terug. Ja, ja, toch? Nou, dan gaan we kijken. Ja. Dan wensen we jullie hele fijne feestdagen. Dankjewel. Nou, we zijn hier bij het huis van Adriaan en Femke in Hattemerbroek. Hier zie je nog niet zo heel veel, maar laat je verrassen. Goedenavond. Ja, we hadden gehoord dat jullie heel erg uit hebben gepakt voor kerst. Mogen we even komen kijken? Oké. Dit ziet er gezellig uit. Wat een boel kerstspullen hebben jullie binnen. En al die verlichting. Is dit van jullie samen, hebben jullie dit samen bedacht? Eigenlijk is hij ermee begonnen. En daarna hebben we het samen opgepakt verder. Ja, en zijn jullie eerst met de buitenspullen begonnen? Of eerst... We bouwen altijd eerst buiten op en daarna binnen. Oh. En wanneer begin je nou zoiets op te bouwen binnen? Nou, dat toch een beetje eind oktober. Dan al. Ja. En dan komt alles weer tevoorschijn. Ja. Weet je nog waar je mee begon ooit? Want ik weet niet waar ik moet kijken. Er is zoveel te zien. De eerste ding was dat draaiding van, zeg maar, met die sleetjes. Ja. Met die sleetjes, ja. Oh, een schietpiste. Ja, die schietpiste inderdaad. Oh, wat leuk. Ja. Maar ja, dan ontstaat toch wel het idee, dan wil je volgens mij wel zo'n kerstdorp. Ja, dat klopt. Ja. Maar dat is niet goedkoop. Hoe kwam je aan deze spullen? Ja, toch elk jaar ook weer iets bijkopen. En heb je dit jaar ook nog weer iets nieuws aangeschaft? Ja, die draaimolen die daar staat. Oh, die is ook heel mooi. En die had je al wel op je verlanglijstje of was je er ook toevallig ook tegen? Ook tegenaan gelopen. Ja? Join the fun of Santa's sleigh spinners. Aankomen. Dat is mooi. Ik ben er niet. Adriaan, heb je nou ook nog iets meegenomen vanuit je jeugd naar dit huis? Ja, dat klopt. Dat is die sneeuwpop. Die zeg maar met verschillende kleurtjes. Ja, oh, die lijkt ook wel een beetje vintage. Ja, het is zelfs nog van de gulden tijd.
Wat is nou je mooiste pronkstuk? Die engel. Die ja, supermooi. Geweldig. Ja, daar heb je niks te veel aan gezegd. Hoe kom je aan zo'n mooi item? Ja, gewoon eigenlijk de tuincentrums af. En gewoon kijken wat het aanbod is. En dan tafel zeg je op een gegeven moment tegen iets aanloopt. Te zeggen van, wauw. Ja, want je had niet van tevoren bedacht dat je met zo'n engel thuis kwam. Nee, absoluut niet. Nee. Maar dat is inderdaad sparen, hè? Want zulke soort dingen, ja, dat is ontzettend duur natuurlijk. Klopt. Heb je dan ook nog zoiets van, nou, daar wil ik nog wel iets in uitbreiden? Of heb je zoiets van, dit is zo mooi, dit is, staat op zichzelf? Nou, dit is sowieso wel heel mooi, maar als we nog iets tegenkomen in de tuincentrums en we vinden het mooi, dan nemen we het vaak al mee. Ja. Nou, Adriaan en Femke, ik vond het heel mooi binnen, hoor. Prachtig. Ik heb buiten ook eens heel mooi staan, als je wil komen kijken. Nou, dat wil ik zeker zien. Nou, dan gaan we dat doen. Wow. Wow. En dan zo een druk op de knop. En wat een mooie wereld. Adriaan, hoe ben je hier ooit mee begonnen? Toen ik nog bij mijn ouders woonde. En zeg maar... Ja, toen die tijd werd je al eigenlijk al mee besmet met het verlichting. Ja. Dus... Hadden jouw ouders ook altijd zo veel verlichting? Ja, die vinden dat ook heel erg leuk, mijn ouders. Ja. Nou, Adriaan, het was even zoeken, want ik denk, ja, dat moet wel een voortuin zijn waar het in staat. Maar jij hebt gekozen voor de achtertuin. Waarom? Ja, ik vind toch de achtertuin dat ik er zelf heel van kan genieten. Ja. En, nou, en toch ook wel dat heel veel mensen toch ook wel even aanbellen. Van dat ze weten dat ik zo'n mooi achterthuis heb. Nou, en dat ze even komen kijken. Ook veel met familieleden. Die komen in november, december periode weer kijken. Dus dat is dan wel erg leuk. Ja, want hoe lang ben je al bezig om dit op te bouwen? We beginnen begin oktober. En doe je nu nog iedere dag wat of is dit klaar zo? Ja, dit is klaar zo. Ja. Ja, ja, ja. Ja, dus dan ben je wel een aantal uurtjes verder. Nou, toch wel een week werk. Zo. Ongeveer 40 tot 50 uur zit er al in. Nu hebben jullie gekozen voor een bepaald thema. Wat is jullie thema? Ja, toch wel een thema aan een ijsberg, zeg maar. Ja. Dus, en dan met een waterval erin. En, oh ja, en dan allemaal de figuren erbij. En dus zo zijn we elk jaar weer druk om iets anders te verzinnen en andere plekken te... Is het een beetje... Ja, ja. Ik zie die ijsberen. Ja. Je hebt er al wel drie, geloof ik. Ja, dat klopt. Ja. Ja, en nu heb je hier nog een leuk ander thema. Dat klopt. Een beetje een bosthema met een watervalletje en dan een boom en lampjes erbij. En dan, hier met de dieren eromheen. Ja, leuk. Dus echt een beetje een bosthema, zeg maar. Ja, en nu zag ik net toen ik uitstapte dat de buren hiernaast binnen ook behoorlijk hebben uitgepakt. Ja. Steek jij de hele buurt aan? Ja, ik denk het dan. Ja, want er wordt natuurlijk wel over gepraat, hè, dat jij natuurlijk altijd zo uitpakt. Dat klopt, ja. De hele buurt weet het wel. Zou je het ook leuk vinden dat de meerdere mensen hier in de buurt dat ook gaan doen? Ja, het zou altijd leuk en gezellig zijn, hè? Ja. Want lampjes geven gewoon heel veel vreugde en sfeer. And you